Ja, op het gebied van wonen zijn er heel veel trends en de meest opvallende is eigenlijk LED-verlichting in je huis. Ja, dat kun je in een kastje doen of boven een kastje of waar dan ook, achter de bank. Maar in combinatie met gips? Ja, in combinatie met gips. Hoe? Jeroen, ik hoorde dat jij mij kan laten zien wat de mogelijkheden van gips zijn. Dat klopt, Sander. Wij hebben hier een fantastisch mooi wilderig plafond. Kijk maar eens boven je. Wauw. Dat is niet verkeerd, hè? Dit is een combinatie tussen klassiek en modern. Je ziet hier bijvoorbeeld LED-verlichting aan de zijkanten en in het midden. En dat is een trend die we de laatste tijd heel veel zien. We hebben hier een heel groot assortiment met diverse stijlen. Amsterdamse school, Jugendstil, klassieke barok. Die komt eigenlijk het meeste voor hier. Dan is dit zeker barok? Dit is inderdaad barok. Die herken je aan acanthusbladen, eierlijstjes. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind van de barok, dat is deze. Dit is een 13-delige serie. Dat zijn losse onderdelen die geplakt worden op de wand of op het plafond, waardoor het lijkt dat het instuk is, dus dat het echt uit het plafond komt. Nou, hier op de gieterij beginnen we met het vullen van de siliconen mallen. Die worden eerst gevuld met gips, op deze manier zie je dat. En daarna wordt het gelost, dan komt het er op deze manier uit. De tweede stap is dat het naar ons drooghok gaat. De stap 3 en de laatste stap is om het te schuren en dan is het klaar voor verkoop. Heb je nog een goede tip voor de kijker? Ja, ik heb wel een leuke tip. Als je ornamenten in je huis wil of sierlijsten, is het verstandig om je goed te laten informeren. En dat kan aan de hand van een gesprek op locatie of een mooi boekwerk aanvragen.